De klok gaat volgende week zaterdagavond 30 oktober een uur terug. Het wordt vanaf dan steeds vroeger donker. Helaas brandt er veel te veel, vaak onnodig kunstlicht. Tijdens de Nacht van de Nacht zijn er in het hele land allerlei activiteiten die de gevolgen van de lichtvervuiling voor mens en dier onder de aandacht brengen. Wat gebeurt er in Almelo? Het IVN en Astrona organiseren een zintuigenspeurtocht op de Nacht van de Nacht in het Doepark Almelo van 7:30 tot 22:00 avonds. Bij ontvangst krijg je een lekker kopje koffie, kopje thee of warme chocolademelk. We gaan een wandeling maken door het mooie Doepark hier, waar alle je zintuigen op de proef worden gesteld. Is het eten anders of voelt dingen anders in het donker? Dat zul je allemaal zien tijdens de Nacht van de Nacht. Er komt ook een verhalenvertelster en je kan vleermuizen spotten hier in het Doepark. En wie het durft, kan een kanotochtje gaan maken naar proeflokaal België. De Nacht van de Nacht hebben wij een heel mooi menu samengesteld. U wordt ontvangen met een lekker glaasje Prosecco. Daarna hebben wij een mooie amuse. En het diner wordt in buffetvorm geserveerd. En natuurlijk met een mooi herfsttintje. Denk daarbij aan de mooie stoofpotjes en de lekkere pompoenen die uit de moestuin komen. Die worden ook geserveerd voor u. We sluiten af met een heerlijk toetje en uiteraard de heerlijke koffie en thee. Wij van Astrona gaan laten zien hoe mooi de hemel bij nacht is. En dat lukt vooral als het echt heel donker is. We gaan sterren kijken. Onder andere Jupiter en Saturnus gaan we zien. En dat zijn de prachtigste planeten die er te zien zijn. Vooral Saturnus met die mooie ringen. Dat is echt spectaculair als je dat eens een keertje kunt zien. Op dit plein wordt een groot telescoop opgesteld. En daar kunnen de mensen, de kinderen en de volwassenen doorkijken. De kinderen krijgen ook kaartjes. Die hebben we gemaakt met sterrenbeelden erop. Die zijn met lichtgevende verf aangegeven. En die kunnen ze dan gaan zoeken aan de hemel. Dus kom kijken. Er gaat een wereld voor je open. Maar niet vergeten, als je komt, wel even aanmelden via de website. Ja, en natuurlijk houden we ons aan de richtlijnen van de RIVM wat betreft de coronacheck. Dus u bent welkom in ons natuurhuis wanneer u zich kunt legitimeren in de vorm van de corona-app, een bewijs van inenting of anderzijds het document van het RIVM waar ook op staat dat u ingeënt bent. Mag het licht uit, mag het licht uit, mag het licht uit.